We staan hier bij de qualifier, bij de vrouwen voor Lakeside, Marjolein Nooyens. Ja, dat moet toch heerlijk voelen dat je nu voor je debuut naar Lakeside kan? Super, dat is echt, echt fantastisch. Ik had het niet gelijk verwacht, maar ja, ik ben er toch doorheen gekomen en ik heb het gehaald. Ja, het is gelukt. Kan je een beetje ons vertellen wat meer over het afgelopen jaar? Want het is natuurlijk een raar jaar geweest met het darten. Ja, misschien dat je niet, volgens mij heb jij niet heel veel gereisd. Hoe heb je het afgelopen jaar beleefd qua darten? Toen de lockdown er op een gegeven moment was, heb ik eigenlijk vrij weinig met darten gedaan. Af en toe wel een keer hier en daar wel gegooid waar het kon. Maar waren ook geen toernooien of niks. Dus je kon ook moeilijk echt trainingspartijen gaan opzoeken en zo. Ja. Dus, en dan toch wil je schreef je in voor deze qualifier. Ik bedoel, je bent een van de betere dames in Nederland. Had je enige verwachting naar dit toernooi toe? Want je zegt van, ik heb niet heel veel kunnen oefenen qua toernooi en zo, want natuurlijk klopt. Maar wat was je verwachting vooraf? Sowieso de eerste ronde door te komen. Ja. Maar nee, het was gewoon even afwachten zeg maar, hoe mijn spel was en hoe ik erheen gekomen. En ja, het is bij iedereen natuurlijk ook, niet iedereen heeft veel kunnen gooien. En, ja, om te kijken dan hoe ver dat we komen. Ja, dat bleek goed genoeg te zijn. De finale tegen Vanessa Zuidema. Ja. Het werd nog wel heel even spannend aan het eind van die wedstrijd. Hè? Volgens mij dubbel 1 was diegene, volgens mij was dat voor 5-3, dacht ik. Ja, voor 5-3 inderdaad. Ja. Het is gewoon vervelend weg inderdaad. Dat moet wel zweten geblazen zijn, denk ik, in die wedstrijd of niet? Ja, heel erg. Dus op een gegeven moment wordt het 4-4 en dan moet je toch nog die laatste leg toch nog even ertoe zetten. Terwijl je dan eigenlijk al best veel pijlen hebt gemist. Ja. En dat is gelukkig gelukt. Ja, het lukte. Het is natuurlijk de standaardvraag, maar wat ging er door je heen toen die pijl in de goede dubbel kwam en je op Lakeside kwam te staan? Ja, ik ben sowieso niet echt iemand die echt uitbundig is, zeg maar. Okay. Maar van binnen dacht ik heel hard, yes, natuurlijk. Ja, dat is geweldig. Mooi. Je debuut op Lakeside. Ja. Wat kunnen we verwachten van Marjolein Nooyens op Lakeside? Dat zullen we dan maar zien. Dat zullen we dan maar zien. Dat is wel mooi. Dankjewel Marjolein en succes.